leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video die ik echt nog nooit eerder heb gemaakt. Maar ook nog nooit zelf buiten het filmen om heb gedaan. Het is voor mij ook echt totaal nieuw. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dat voor me gaat doen. Dus daarom wil ik het heel erg graag op beeld voor jullie vastleggen. Waarschijnlijk kennen jullie het allemaal wel. Een detoxkuur, een sapjeskuur. Het is tegenwoordig echt best wel bekend. Heel veel mensen doen het. Het is dus om je lichaam te detoxen, te reinigen. En ik ga dus zo'n sapjeskuur doen. Ik heb deze sapjes opgestuurd gekregen van Juice Express. En daarom dat ik het ook voor jullie ga testen. Ik ben super benieuwd hoe dit gaat werken. Ik zal gewoon totaal eerlijk zijn. Het is geen betaalde samenwerking. Ook al was het een betaalde samenwerking. Ik zal altijd eerlijk zijn over de smaak. Over of ik het vind werken. Of ik het een aanrader vind. Alles in totaal plaatje. Ik heb dus van Juice Express een sapjeskuur opgestuurd gekregen voor 3 dagen. Ik ga morgen beginnen tot en met woensdag. Ik wilde eigenlijk vandaag beginnen. Het is vandaag zondag. Maar ik was vergeten de sapjes uit de vriezer te halen. Dus vanmorgen toen ik een sapje wilde nemen was het totaal bevroren. Dus ik kon vandaag nog niet beginnen. Dus vandaar dat ik het morgen ga doen. Dus maandag, woensdag, donderdag. Of nee, maandag, dinsdag, woensdag. Ja, maandag, dinsdag, woensdag ga ik de sapjes nemen. Je begint dus in de ochtend met een gemberschotje. En daarna ga je om de 2 uur een sapje nemen. We hebben hier een voorbeeld qua tijden gedaan. Stel je neemt om 9 uur je gemberschotje in de ochtend. Dan neem je om 10 uur, dus een uur later, je eerste drankje. Namelijk het rode sapje. Deze is ook al voor een deel ontdooid nu ondertussen. Maar er zit nog wel een beetje ijs in. Dit is het rode sapje. Hij is bijna helemaal ontdooid, dus dat is top. Kan ik hem zo meteen gelijk in de koelkast zetten voor morgen. Wat me wel opviel aan alle ingrediënten is dat er overal broccoli in zit. En als er iets is wat ik echt niet lust, is het broccoli. Dus ik hoop dat je dit niet zo erg proeft, maar het zal vast wel meevallen. Wat er allemaal aan het rode sapje zit, is 40% appel, 30% wortel, 15% peer, 5% rode biet, 5% broccoli en 5% citroen. Eigenlijk lust ik hier van alles, behalve broccoli. Maar het is gelukkig maar 5%, dus dat moet al goed komen. Deze neem je dan bijvoorbeeld om 10 uur. Dan 2 uur later, dus om 12 uur, neem je het groene sapje. En hier zit in 40% appel, 2% limoen, 10% peer, 4% spinazie, 40% komkommer en 4% broccoli. Dus ook maar heel weinig broccoli, waar ik ook heel erg blij mee ben. En deze klinkt best wel lekker. Ik hou wel heel erg van dat citroen en dat fruitachtige en zo. Dus dit is dan het tweede sapje op de dag die je neemt. Dan weer 2 uur later, dus om 2 uur, neem je de oranje. En in de oranje zit 25% wortel, 15% peer, 5% citroen, 40% sinaasappel, 5% broccoli en 10% komkommer. Dus dat valt ook wel weer heel erg mee. En gelukkig ook qua broccoli zit maar 5% broccoli in. Qua de rest van de ingrediënten vind ik het eigenlijk best wel meevallen hoe vieze dingen erin zit, zeg maar. De enige die ik dan niet lekker zou vinden als ik het gewoon nu zou moeten eten is broccoli. Maar de rest vind ik eigenlijk allemaal prima te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze sapjes proeven. Als je dan om 2 uur die oranje hebt genomen, dan kan je weer om 4 uur de rode, om 6 uur de groene en om 8 uur de oranje. Zodat je eerst dus rood, groen, oranje, rood, groen, oranje doet. Ik zal eventjes voorlezen wat de resultaten kunnen zijn. Uit ervaring van de meeste klanten kunnen we aangeven dat het volgende kunt merken aan je lichaam. Je moet veel plassen. Verlichte opruiming van de darmen, dus waarschijnlijk gewoon dat je heel veel moet poepen. Hoofdpijn op dag 1 of dag 2, dat hoort toch dus bij het detoxen. Je kunt bij een heftige detox ziek worden om alle rotsen uit je lichaam op te ruimen. Nou, mijn detox duurt 3 dagen, dus daar ga ik niet van uit. Volgens mij heb ik ook niet heel veel rotsen in mijn lichaam, dus dat zal allemaal vast wel meevallen. De meeste klanten kunnen zo'n 0,5 kilo per dag verliezen aan gewicht. Elk lichaam behaalt andere resultaten, dus ga hier geen... Dus ze kunnen hier geen belofte aan geven, wat ook wel logisch is natuurlijk. Het is ook huidverbeterend. Je krijgt meer energie, vooral na dag 3. Je hebt minder slaap nodig. Je hebt een zeer goede nachtrust. Dus nou, als dat zou zijn, helemaal top. Ik twijfel een beetje om before shot en zo van mijn lichaam te maken. Omdat ik vind dat een beetje ongemakkelijk op YouTube of zo. Maar als ik deze video van iemand anders zou kijken, zou ik ook wel heel erg fijn vinden als diegene dat wel zou doen. Dus ik denk dat ik gewoon een foto ga maken en hier nu in beeld plak. En aan het einde van de detox ook weer gewoon een foto maak. En dat naast elkaar zet. En mijn gewicht ga ik zo meteen ook eventjes wegen. Dat was dus alle informatie die in het boekje staat. Dus ook alle informatie die ik zelf verder weet. Want ik heb dit natuurlijk ook nog nooit eerder gedaan. Ik wilde dit intro alvast vandaag voor jullie opnemen. Zodat ik morgen gelijk in de ochtend om 9 uur het eerste gemberschotje kan nemen. Ik zal ook al mijn reacties filmen hoe ik de sapjes vind, hoe ik het gemberschotje vind. Ik zal niet 3 dagen lang ieder sapje gaan filmen. Om het al 6 keer te zien hoe ik hetzelfde sapje erin is misschien ook niet heel erg interessant. Maar ik zal wel iedere dag een stukje filmen wat ik ervan vind, hoe het tot nu toe is.
En gewoon hoe ik me erbij voel en zo. Ik zal jullie gewoon lekker op de hoogte houden. En ik neem jullie mee in dit sapjeskuurproces. Ik ben heel erg benieuwd hier naar in ieder geval. En ik hoop jullie ook. Vinden jullie dit nou een leuk idee? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En willen jullie nou vaker dit soort video's zien? Dat ik bijvoorbeeld dingen ga uitproberen voor een maand lang. Of voor 2 weken lang. Laat dan eventjes weten in de reacties. Want dit lijkt mij wel een heel erg leuk concept. Om te gaan doen op mijn YouTube kanaal. Dus na al dit gekwebbel en gepraat. Laten we maar snel beginnen. Voordat we morgen gaan beginnen met sapjeskuur. Moet ik mezelf natuurlijk eventjes opwegen. Om te kijken wat het verschil nou en zo wordt. Dus dat ga ik zo meteen doen. Wel wil ik eventjes van tevoren zeggen. Dat het voor mij echt een gewicht maar een getal is. Of ik nou 40 kilo weeg of 100 kilo. Dat maakt me echt geen reet uit. Zolang het gewoon gezond is. En ik me goed voor mijn eigen lichaam. Maakt het mij echt niet uit wat voor cijfertje op de weegschaal staat. Onthoud gewoon, spier is zwaarder dan vet. Dat praat ik mezelf ook altijd aan. Ik denk wel dat ik iets meer vet heb dan spier, maar dat maakt niet uit. Weet je, voor mij maakt het gewoon niet uit. En als er rare of vervelende reacties in de comments komen, dan ga ik dat gewoon lekker verwijderen. Want daar heb ik geen zin in. Dus wees alvast voorbereid. Dus ik ga hem eventjes opwegen. Ook eventjes een foto in de spiegel maken. Die ik dan weer de laatste dag met elkaar kan vergelijken. Dus ja. Oké. Okay. 60,9. Sorry voor mijn tenen. Echt heel vies. Ze zijn ook helemaal niet gelakt. Maar goed. Oké, het is nu dus maandag. 10 uur in de ochtend. En er staat natuurlijk hier op het schema dat je het om 9 uur moet doen. Het shotje. Dus ik ga alles gewoon een uurtje opschrijven. Zodat het wel alsnog aantal tijd zeg maar tussen zit. En dat komt op zich ook wel beter uit met werk straks. Dus ik ga nu een gember shotje nemen. En ik heb het water bij de hand. Ik krijg best wel een groot flesje. Oké. Zit dit gewoon in 1 keer? Het ruikt naar citroen. Oh, dit brandt echt heel erg heel. Het is nu 11:15. Eigenlijk een kwartiertje te vroeg voor het eerste sapje. Maar om 11 uur moeten Miel en ik weg. Dus ik dacht, ik doe het gewoon nu. En het is tijd voor het rode sapje. Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie even neerzetten. Oké, in het rode sapje zit dus 40% appel, wortel, peer, rode biet, broccoli en citroen. De volgende rode, dan ben ik dus aan het werk als ik die ga drinken. Dus die ga ik dan niet filmen, want ik ben dan op werk. Want ik moet vanmiddag van 6:30 tot 7:30 werken. En dat is precies dan het sapje die ik ook tijdens mijn werk moet gaan drinken, die rode. Dus ja. Dan weten jullie dat. Oké. Okay. Oh, die vind ik best wel lekker. Hij stinkt wel. Maar hij is wel gewoon lekker. Ik ga hem even wat beter schudden, want er zitten er een paar dingen aan. Oh, en ik moet de zakjes voor morgen uit de vriezer halen om te laten ontdooien natuurlijk. Dat zou ik nog wel goed doen. Maar op zich vind ik deze best wel lekker. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang je erover mag doen om zoiets op te drinken. Ik ga deze even verder opdrinken. Ik vind deze op zich best wel lekker. Dus deze ga ik dan ook weer meenemen vanmiddag naar mijn werk om 4 uur. En ik moet om 1 uur moet ik de groene. Maar ik weet dan niet of wij dan nog in het ziekenhuis zitten. Voor mijn been. Dus die ga ik dan gewoon drinken. En dan vertel ik daarna wel anders wat ik ervan vind als ik nog in het ziekenhuis zit. Maar dat kijk ik nog wel eventjes straks. Ook dat hij zich bij Inter helemaal heeft ontpopt tot een geweldenaar. En bij Manchester United eigenlijk een beetje. Ik ben weer thuis van het ziekenhuis en van Miu. Het ziekenhuisverhaal duurde echt maar een kwartier. Dus kwart voor 12 waren we daar alweer klaar. Toen waren we nog eventjes naar Miu toe gegaan. Want ik ging hem thuis brengen. Ik moet zo meteen werken. En toen heb ik het groene sapje daar genomen. Ik heb het niet echt gefilmd of zo. Omdat ik natuurlijk gewoon bij Miu thuis was. Maar wel, volgens mij is het een klein stukje met mijn telefoon gefilmd dat ik hem aan het drinken was. Ik vind hem niet echt vies of zo. Ik vind ze eigenlijk allebei niet. De rode en de groene vond ik niet vies. Ik vond ze eigenlijk qua smaak ook best wel op elkaar lijken.
Maar waar ik wel een beetje moeite mee heb, merk ik, is dat het zijn gewoon best wel grote flesjes natuurlijk. Ik heb hier eventjes die gezet voor morgen, die moeten ontdooien. Maar het is volgens mij een halve liter. Ja, 500 milliliter. En ik heb gewoon best wel veel moeite om dat in één keer op te drinken ofzo. Ik weet ook niet of je het in één keer moet opdrinken of dat je er een half uur over mag doen. Maar ik heb hem nu in ieder geval iedere keer een beetje in een kwartiertje opgedronken. Dus daar heb ik wel een beetje moeite mee. En ik heb wel dat ik echt aan eten zit te denken gewoon. Dat ik gewoon ergens lekker op wil kouwen. Maar het is nog niet dat ik zeg van ik geef het op ofzo. Wat ik hopelijk ook niet ga krijgen. Dat zou echt heel jammer zijn. Maar het is nu 2 uur. Dus over een uurtje om 3 uur moet ik mijn volgende sapje, de oranje. Dan ga ik ook weer gewoon voor jullie filmen wat mijn eerste reactie daarvan is. En dan daarna om 5 uur moet ik weer het rode sapje. Maar die drink ik dus op werk, omdat ik moet werken. En dan gewoon daarna het groene sapje, die kan ik wel weer gewoon thuis filmen. Want dat is om 7 uur. En ik werk tot 6:30. Dus dat komt precies goed uit. Dus dan moet ik er even eentje tijdens werk drinken die ik dan niet kan filmen. Maar ja, die heb ik wel vanmorgen gefilmd. Dus op zich, dat was even een update. Het is nu 2:50. Eigenlijk 10 minuten te vroeg voordat ik mijn sapje mag nemen. Maar ik ga rond 2:50 weg. Dus dan heeft mijn lichaam nog eventjes 20 minuten de tijd om lekker te plassen. Want ik ben echt al 5 keer naar de wc geweest of zo. Dat is niet normaal. En ik moet natuurlijk straks werken in het zwembad. En je kan natuurlijk tijdens het werk gewoon plassen. Maar het is heel irritant om echt om de 3 kwartier het bad uit te lopen om te moeten plassen. Dus ik ga nu alvast nemen. En dan heb ik ook gewoon eventjes rustig de tijd om op te drinken. En hoef ik niet zo te haasten. Even kijken. Oh my god. Oké, ik moet dus nu de oranje gaan opdrinken. En ik ga even schudden. Hier zit wortel, peer, citroen, sinaasappel, broccoli en komkommer in. Je merkt wel dat overal sowieso broccoli in zit. Volgens mij zit ook overal wortel in. Dus dat zal wel goed zijn. Oké, ik ga jullie neerzetten. En we gaan het proeven. Oké. Oh, ik denk dat ik deze het lekkers vind tot nu toe. Wat ik niet verwacht had trouwens. Oh ja, deze vind ik heel lekker. Ja. Als ik zou moeten kiezen zou ik zeggen oranje op 1. En ik kan die rode me dus niet meer zo goed herinneren. Dus aan het eind van deze video ga ik ze ranken, zeg maar. Welke ik 1 vond, welke 2 en welke 3. Want ik denk dat ik eventjes wat vaker ze gedronken moet hebben. Om ze te kunnen onthouden, zeg maar, welke ik nou lekker vind. Maar deze vind ik wel het lekkers, denk ik. Ik ga deze nu eventjes lekker opdrinken. En dan ga ik over 20 minuutjes naar mijn werk. Neem ik op mijn werk, neem ik de rode. Dat kan ik dan niet filmen. En zodra ik thuis kom, ga ik weer verder met de groene. En daarna weer de oranje. Oké, ik let eventjes niet op hoe ik eruit zie. Maar ik ben klaar met werk. In het zwembad. En ik dacht, voordat ik ga douchen, ga ik eventjes mijn sapje van 7 uur nemen. Want het is nu 6:55. Die rode had ik weer genomen tijdens het werk. En dat was prima te doen. Ik vond eigenlijk best wel lekker. Dus het is nu tijd voor de groene. En dan ga ik eventjes laten weten wat ik daarvan vind. Want dat heb ik natuurlijk nog niet laten weten. Want die had ik vanmiddag gedronken bij Miu thuis. Sorry voor het licht hier. Maar mijn vader heeft een lamp opgehangen die echt even geel is als de zon. Dus ik zet hier eventjes hier neer. En hier zit dus in appel, limoen, peer, spinazie, komkommer, broccoli. Die leek me het lekkers. Maar ik denk eigenlijk ook dat ik hem het minst lekkers vind. Maar die ga ik nu weer eventjes drinken. Ik moet wel zeggen dat ik echt zoveel zin heb om gewoon te eten. Ik hou echt heel erg van eten. En in de avond, kijk, overdag gaat het me best makkelijk af. Omdat ik normaal overdag ook niet zoveel eet. Maar ik eet heel veel 's avonds. En ja, dat wordt nu gewoon lastig. Maar ik ga me wel inhouden. Maar ik ga de groene voor jullie proeven. Ja, ik denk oprecht dat ik deze het minst lekker vind. Ik vind de oranje het lekkerst, dan de rode en dan de groene. Die komkommer, er zit 40% komkommer in en die overheerst gewoon. En normaal vind ik komkommer heel lekker, maar het heeft een beetje een gekke smaak of zo. Als je het in zo'n sapje proeft. En dan ook nog eens 40% appel, dus het is gewoon heel erg een soort waterig of zo. Maar het is zeker niet vies. Ja.
Het is 2 uur. Ik ben thuis van school. En ik zit aan mijn sapje van 2 uur. Maar ik heb zoveel trek. Gewoon lekker iets te eten. Lekker een broodje avocado met een eitje erop. Echt. We hadden het net in de spa hadden we het over eten. En echt, ik word zo misselijk. Gewoon omdat ik zoveel zin heb om gewoon lekker te eten. En lekker te kauwen. En, maar ik wil het wel volhouden. Dus ik ga niks eten. Maar... Even een update dat ik het best moeilijk heb nu. Dag 1 ging eigenlijk op zich redelijk makkelijk af. Maar ook misschien omdat ik gewoon moet werken. Dus toen was ik niet zoveel aan denken aan eten. En vandaag heb ik echt heel veel aan eten gedacht. Dus, maar goed. Ik ga deze nu even opdrinken. Het is dus 2 uur. Ik moet er vandaag nog wel 3 hierna. Dus dat moet denk ik wel goed komen. Ik heb er dus echt geen zin in om nu het volgende stapje te moeten drinken. Maar het zal wel moeten. Het is nu namelijk 4 uur. Dus dat betekent dat het tijd is voor het rode sapje. Dus die ga ik opdrinken. Ik heb echt geen zin om dit op te drinken eigenlijk. En ik wil ook gewoon eten. Ik ben heel blij dat ik deze kuur maar 3 dagen doe. En niet 5. Want ik denk dat ik echt dood zou gaan bij dag 3. Maar gelukkig. Ik weet je. Ik onthoud gewoon in mijn hoofd. Donderdagavond ga ik lekker helemaal vol vreten met sushi. Die is helemaal de goede instelling misschien. Omdat ik dit juist doe om een beetje mijn lichaam te reinigen en alles. Maar op zich, sushi, weet je. Misschien proeft het dan wel extra lekker. Omdat ik 3 dagen lang niks heb gegeten. En ja. Ik ga jullie eventjes een update geven. Let niet op het groepje achter me. Maar het is nu woensdagmiddag. De laatste dag van de sapjeskuur, gelukkig. Want ik vind het oprecht echt best wel zwaar. Gistermiddag... heb ik ook 1 sapje geskipt eigenlijk. Tussen het sapje van 6 uur, de groene, die heb ik niet genomen. Omdat ik zat gewoon zo vol en ik kon die sapjes echt wel uitkotsen gewoon. Ik was gisteren ook echt bloedzagrijnig. Want ik had gewoon zoveel trek en ik wilde gewoon zo graag eten. Maar ik wilde het ook gewoon zo graag volhouden. Dus ik heb niet gegeten, maar ik was wel bloedzagrijnig heel de avond. Toen ben ik lekker vroeg gaan slapen. En ik heb dus 1 sapje geskipt. Ik weet niet of dat heel erg veel uitmaakt voor de kuur. Maar ik had er gewoon echt geen zin in. Ik kon die sapjes echt... Ik kwam gewoon even mijn neus uit. Dus die heb ik niet genomen. Vandaag wel weer. Ik moet wel zeggen dat ik echt helemaal klaar ben met die rode biet. Die vind ik echt... Die rode, die vind ik echt niet meer lekker. En iedere keer als ik eraan ruik en het proef... Dan smaak ik alleen maar die vieze, gore rode biet. Dus daar ben ik helemaal klaar mee. En die oranje, die vind ik wel echt heel erg lekker. Die... Echt vanmiddag gooide ik die in 1 slok zeg maar naar achter. Dus ja. Ik ga me vanavond wegen. Na het laatste sapje. Om te kijken ja, wat het verschil is. Of ik verschil zie. Wat ik wel heb gemerkt de afgelopen dagen. Is dat ik wel. Ik weet niet of dat aan de sapjeskuur lag. Of omdat ik gewoon hele goede slaap heb. Maar ik werd echt wakker. Ik werd juist. Mijn wekker die ging deze 2 ochtenden om 7:15, 8:15. En normaal wil ik dan echt blijven liggen en muziek melden en alles. Maar deze 2 ochtenden stond ik gewoon heel erg goed op. Dinsdagochtend en woensdagochtend. Dus ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar dat ging me heel gemakkelijk af. De eerste dag was best wel makkelijk. Daar sloeg ik zo doorheen. Maar het einde van de tweede dag vond ik het dus best wel zwaar. En had ik eventjes een kleine mental breakdown met mezelf. Ik zat zo... Ik vond mezelf ook zo zielig. Het was echt... Bizar, maar goed. Vandaag is wel weer heel erg goed gegaan. Ik heb totaal geen hongergevoel. Ik heb wel gewoon heel erg veel zin om gewoon lekker, lekker, lekker te eten. Maar ja, morgenavond mag dat weer, want dan ga ik uit eten voor mijn verjaardag. Dus ja, daar moet ik gewoon nog eventjes op wachten. Maar vandaag gaat het wel weer beter. Ik vond dag 2 echt het zwaarst. Ik heb geen hoofdpijn of iets gehad. Of ja, af en toe wel een beetje misselijk, maar ook niet echt heel erg lang of zo. Dus tot nu toe loopt het op zich wel prima. Maar wel zwaarder dan ik had verwacht. Vooral de tweede dag. Ik had echt niet verwacht dat ik de tweede dag al zo erg trek zou krijgen. Maar goed. Alleen vandaag dus nog eventjes afwachten. Ik heb vandaag trouwens echt niks gefilmd dat ik een smoothie of een smoothie of een sapje nam. Maar het kwam gewoon omdat ik vanmorgen bij Miels liep en vandaag op school zat. Dus vandaar. Maar ik heb ze wel genomen. Ik moet er nog 3. Ik ga nu weer de rode biet nemen. Ik
ik sta even in de kamer van mijn broertje om de eindconclusie te trekken van de sapjeskuur. Ik heb hem natuurlijk 3 dagen gedaan. En zoals ik in de video zelf al vertelde, vond ik de 2e dag echt het zwaarst. En dag 3 was ik er ook wel een beetje klaar mee. Ik heb het wel volgehouden gelukkig. Volgens mij is er, ik heb vanmorgen op de weegschaal gestaan en het filmpje van mijn buik gemaakt. Even kijken hoeveel kilo ik nou woog. Even kijken, er is 1 kilo afgegaan ongeveer. 1,2 kilo volgens mij. Dus dat is op zich best wel veel. Ook een beetje wat ze natuurlijk vertelden. Zei ongeveer 0,5 kilo per dag. Vond ik het waard? Denk het niet, want ik heb best wel moeite ermee gehad de 2e dag. En ik was heel erg chagrijnig. Dus dan ga ik liever misschien gewoon wat meer sporten. En gewoon normaal eten. Want als ik eventjes op mijn eten let, val ik dat ook af. En misschien nog wel sneller. Dus, heb ik hoofdpijn gehad? Nee. Heb ik er beter door geslapen? Wel. Ik vond het wel heel erg leuk om te proberen, dat wel. En of ik echt verschil zie qua mijn lichaam, weet ik niet. Maar voor de binnenkant van mijn lichaam was het denk ik wel een keertje leuk en goed om te proberen. Dus ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Willen jullie nou vaker dit soort dingen zien? Laat het eventjes in de reacties weten. Dan kan ik daar wat mee gaan doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!